This morning we will start with some workshops in several rounds, so the group will be split up. And these workshops are given by Willem Jansen, who you already met yesterday, the curator of this exhibition, Maarten van den Berg and Ernst Jans, and Theo Derksen. The cooperation with TUC Maastricht and the organization of literature, we found what is a nice idea to have a certain team that you can reflect on. It's your table. Yes, your table, specially made for you. 12 meters. Just as long as the white cube. And I can tell you, my idea about it, this table is falling. There is the archive of the past. So I hope to see at the end of the day all your written and photographs and all the people coming for the next 4 weeks will not see only the metaphors related to the past, but also your creation as documentation of the future. You have it yours to deal with it today. A lot of success. Today it's important that you put your thoughts over what you see, what you have seen on paper. Then I invest in the idea. What is it about? Then I try to get it in the actual moment. What is it on global scale? I work worldwide. What's the first word that pops up into your mind? Give it some time. Hij heeft twee gezichten waarmee hij niet meer spreekt. Hij slikt zijn woorden in en maakt zijn ogen leeg, alles wat hij heeft gezien en alles wat er is gebeurd. Hij houdt zijn lippen stijf en vaag en heeft een mondhoek uitgescheurd. Als de plichte zucht wordt die zijn lippen soms verlaat, zijn zijn ogen weer de ramen en zijn mond het prikkeldraad. De man bedenken wat hij zei en hoe hij keek. Dat hij nee had kunnen zeggen als hij onmisbaar was geweest. Hij kan geen mens verzinnen in de plaats die hij inneemt. Hij ziet nog wel alle gezichten en het zijne blank en bleek. O, als de lichte zucht wordt die zijn lippen soms verlaat. Zijn zijn ogen weer de ramen, maar zijn mond het. Ja, dat klinkt het ook goed. Dat vind ik wel belangrijk, dat het gedicht ook goed klinkt en daardoor beter aankomt, zeg maar. Als je woorden met elkaar verbindt qua klank, dan krijg je ook meteen een connectie. Maar daarom heb ik ook wel meer aandacht besteed aan het papier zelf, om er wel voor te zorgen dat die, dat het iets meer overbrengt dan alleen de woorden. Maar de essentie van je eigen mening vasthouden. Maar aan de andere kant, dan denk je ook constant na over wat andere mensen daar misschien van vinden die er meer van weten. Terwijl dat weten misschien ook weer niks doet of zo. En dan blijf je in zo'n stroom van gedachten hangen die eigenlijk niet productief is of zo. Op zich wel tof voor je eigen reflectie. Ik weet nooit zo goed hoe je dat dan moet doen. Tun, wenn du entscheiden musst, was jetzt wichtig ist. Würdest du zu der Masse stehen oder dich gegen sie auflehnen? Auf Meinung, deine Entscheidung verzichten oder sich ganz schumpf nach den anderen richten? Anderen richten. Nun los, entscheide dich, denn eigentlich fällt es dir nicht schwer. Zeit hast du keine. Table is full,
Thank you very much. I see you Sunday.